Radio 2-app. We hebben hier al smeltende sneeuw gehad in Knokke-Heist. En nu schijnt de zon weer, maar het is wel koud. Dag Sabine, goedemorgen. Voilà, joepie, dat was beloofd, hè? Ja, en het is uitgekomen. Voilà. Dan zijn wij blij als dat uitkomt. Ja, inderdaad, het is zeer wisselvallig. Het ene moment denk je van, oh, leuk, lente. En dan een moment daarna krijg je dan een bui over je heen. Daar kan, meestal is dat regen, maar het kan ook korrelhagel zijn. Het kan wat smeltende sneeuw zijn. Zo een beetje kermis in de hel, zeggen wij ook wel. En af en toe genieten van een regenboog, dat ook wel. Nu voor vanmiddag in het westen van het land, dus voor wie aan de kust zit, zal het waarschijnlijk wat droger worden. Dus daar toch al wat minder buien in het westen. En temperaturen, een beetje zoals gisteren, tot 7 of 8 graden. Verder gaan we waarschijnlijk niet geraken. Een matige wind hoort er ook bij. En soms rukwinden tot 50 kilometer per uur. Ja, voorlopig blijft het nog wat grillig. Vanavond voor het westen van het land wordt het al droog. In het centrum misschien nog een laatste bui. En vooral over het oosten nog enkele buien. De luchtdruk gaat tijdelijk stijgen en dat betekent meer en ook bredere opklaringen in de loop van de nacht. Maar het kan dan ook goed afkoelen. Dus als er nevel en mist ontstaat, dat kan aanvriezen. Er kunnen ijsplekken ontstaan, want de temperaturen zijn bijna overal negatief. En tot min 5 graden gaat het zelfs in de hoge venen. Aan de kust nog een temperatuur rond of net boven het vriespunt. En dan voor morgen een koude start met zon. Maar die gaat al gauw gesluierd worden en er komen ook vrij snel lagere wolken. En het blijft wel nog meestal droog tot 's avonds. Misschien dat er in het westen van het land in de latere namiddag of avond de eerste druppels vallen. We komen ook eens achter de lucht, want die wind die draait van noordwest vandaag. Tegen morgen komt die uit het zuiden. Dus zachter lucht, maximaal tot 11 graden. En dinsdagnacht gaat het dan alweer regenen. Met misschien ja, wat winterse neerslag voor de Ardennen. Temperaturen 1 tot 7 graden. En dan voor woensdag vanuit het zuiden die zachte lucht. En woensdag nog zachter tot 15 graden. Hola. Ja, en voor woensdag, ja, die storing die komt wat vroeger langs. Dus dat betekent voor wie in de tuin wilt werken bijvoorbeeld. Ik ga dat zelf ook doen, woensdagnamiddag. Want dan dat blijft het droog. Het gaat wel een gesluierde zon zijn. Maar een gesluierde zon met 15 graden, dat is goed. Perfect om in de tuin te werken. En dus geniet ervan, want donderdag gaan we alweer naar het wisselvallige met buien. Tijdens die buien soms ook rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur. Wel nog die 15 graden. En dan voor vrijdag, zaterdag, zondag, ja, een depressie zit in de buurt. Dat betekent vrijdag veel wolken, maar eerst regen, daarna buien. En ook zaterdag en zondag eigenlijk het weekend, periodes van regen en buien. Wat minder zacht dan vrijdag 13 graden, zaterdag 11 graden en tegen zondag nog een 10 graden. Oké, en dan begint de paasvakantie. Ja, en waarschijnlijk maandag wel droog, maar met redelijk veel wolken. Oké, ook al iets. Kunnen we mee leven. Dankjewel. Noord-Brabant, de meest Vlaamse provincie van Nederland. Noord-Brabant, dichter bij jou. Naar Antwerpen heb je nog 10 minuten extra.